Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de top 5 hints en aanwijzingen van wie is de mol. Deze keer natuurlijk over aflevering 8. En excuses als ik er iets brakker bij zit dan normaal. Ik ben wat later begonnen met opnemen, ongeveer 1 na 1,5 uur later. Het is nu al 1:30 s'nachts, want ik ben heel druk bezig geweest. Voornamelijk met 1 bepaald stuk van de aflevering. De puzzel die ze in elkaar moesten puzzelen. Daar is iets niet helemaal goed gegaan en daar heb ik een hele grote hint uit die ik vandaag met jullie ga bespreken. En dat is ook wel nodig, want volgens mij zijn heel veel mensen een beetje op zoek naar een nieuwe mol. Splinter is er uitgegaan in deze aflevering en dat was een shocker. Ook voor mij moet ik eerlijk zeggen, ik vond hem echt wel binnen de meest verdachte van de groep zitten. Dus maar goed dat hij er nu uit is, ook al gun ik het hem natuurlijk niet. Maar ja, dat geeft ons wel iets meer ruimte om de juiste mol te kiezen, want hij was best wel een flinke stoorzender in de zoektocht met heel wat verdachte situaties op zijn naam. Maar ja, hij is eruit, dus tijd om te focussen op de mensen die er nog wel in zitten. En dat doen we beginnend bij hint nummer 5. Hint nummer 5 is wel een interessante die ik heb binnengekregen via Instagram. En ik heb hem ook wel vaker binnengekregen. Dus jullie waren erg scherp afgelopen aflevering. Sowieso, als je natuurlijk iets ziet, check mij op @woutervedevaart op Instagram. Ik krijg ontzettend veel toffe hints van jullie. En zoals ik al vaker zeg, maken wij samen deze video's. En zijn we samen op zoek naar de mol. En ja, jullie hebben goed opgelet. Want heel veel van jullie zeiden dat tijdens de opdracht dat ze de portretten in de bioscoop zelf in het theater moesten verplaatsen, dat René bijna alleen maar mollen in haar hand had. De rest is er af ook, toch? Is dat een hoed? En ik heb het teruggekeken en voor zover ik het kon zien, zag ik het inderdaad ook. Er was wel een ander waar ze een kandidaat in haar handen had, maar die was toen weer aangegeven door iemand anders. Dus ja, die had ze niet helemaal zelf gepakt. Was ze specifiek op zoek naar andere mollen, medemollen, om die te verplaatsen? Of is het misschien een leuk iets vanuit de productie om te laten zien van, hey, René is de mol en zij is alleen maar met de mollen bezig. Either way, wel een grappig hint die dus zou kunnen slaan op René als mol. Tijd voor hint nummer 4. Hint nummer 4 gaat over Charlotte en het allerbegin van de aflevering. Daar zitten ze in de bus en hoor je een voice-over van Charlotte. Het is natuurlijk niet onbekend voor ons om hints te hebben naar de mol die blind of bijna blind is. En ook zo'n referentie zat nu in haar voice-over. Charlotte zegt namelijk dat ze iemand verdenkt, maar niet 100% zeker weet of ze op de goede zit. Nou, los van dat het richting die finale op zich wel handig is om een beetje zeker te zijn van je zaak, geeft ze aan dat ze wel gewoon op die gedachte en op die tactiek moet gaan varen, bijna blind. Ja, het wordt nu echt tijd dat ik een mol ga kiezen. Ik ben niet overtuigd van de persoon die ik in mijn hoofd heb, maar ik kan nu niet anders dan daar wel op gaan varen, bijna blind. Ja, dit zou natuurlijk een verwijzing naar de mol kunnen zijn die bijna blind is. Net als Charlotte, die aan het varen is. Al denk ik wel beter dat ze kan gaan varen dan dat ze weer in een vliegtuig stapt. Tijd voor hint nummer 3. Dit was een hint die ook veel via Instagram binnenkwam en die mijzelf ook wel opviel tijdens de aflevering. En dat is hoe in opdracht nummer 1, wanneer er natuurlijk een kandidaat in het vliegtuig zit, hoe de kandidaten dan met elkaar praten. Het is natuurlijk gebruikelijk dat als jij A, B, C, D, E, etc. gaat opnoemen, om dan een naam van een persoon of ja, een algemene naam eraan te koppelen, zodat mensen weten dat de D van Dirk is en niet de B van Bernard. Daardoor kan je gewoon net even wat beter het verschil tussen de D, E, B horen. Helemaal wanneer je in een stuntvliegtuig zit. De twee die dit heel goed deden waren Rocky en Splinter. Nou ja, Splinter is er uiteraard uitgegaan. Maar Charlotte en René waren daar niet zo sterk in. En daarom was er ook wat meer miscommunicatie over welke letter nou wat was. Ja, dit kan natuurlijk een hele goede strategische keuze zijn om het bewust niet te doen. En op die manier 1 puzzelstukje verkeerd te leggen. Want ja, dat was het enige wat nodig was in deze aflevering. 1 puzzelstukje verkeerd en je kreeg meteen niets meer. Zo hoor je ook dat René een verkeerde letter terugkoppelt naar Rocky en dat Rocky zelfs nog extra een keer, terwijl ze in zo'n stuntvliegtuig zit, René gaat corrigeren op het terugkoppelen van de verkeerde letter. Ja,
dan wil je als Rocky zijnde wel heel graag dat de goede letters aankomen. Natuurlijk niet iets wat een mol zou doen. Sowieso was alles van Rocky goed te herleiden, want we zagen het briefje van Splinter. En Rocky heeft het echt fantastisch gedaan met letters doorgeven. Ze heeft alles letterlijk goed doorgegeven. En corrigeerde dus zelfs René erop dat zij iets fouts terugkoppelde. Echt een hele grote anti-mollen actie vanuit Rocky. Tijd voor hint nummer 2. Ja, ik moet zeggen dat dit niet een mega hint is of zo, maar het viel me op dat tijdens de opdracht dat ze in het theater waren, dat Charlotte alles zo snel doorhad. Ik vond er super snel met de nummers meteen het juiste stukje uit het nummer benoemen wat ze moeten gaan neerzetten op de rijen. Ze had ook het concept redelijk snel door. En zelfs bij de intro van een nummer gaf ze al meteen de titel. Lady in Red is dit volgens mij. Ja. Lady maar is het dan met haar rood haar? Ja, echt iets wat een mol niet zou doen, lijkt me. Als mol zou je gewoon lekker daar een beetje staan, een beetje zeggen, oh nee, ik ken het nummer niet, een beetje wachten totdat er iets komt. Nou, als niemand hetgene opvalt waar het om gaat, dan hou jij ook gewoon je mond. Het is niet echt iets dat je proactief gaat zeggen, zo, oh, dit is het nummer met de Lady in Red, oh, dit is het nummer met You Can Leave Your Head On. Dat zou je niet snel doen. Dus ook voor Charlotte een anti-molle actie. En voordat we naar hint nummer 1 gaan, waar we dus uitgebreid gaan hebben over de puzzel van opdracht 1, gaan we eerst natuurlijk even kijken naar Prikbord. Ja, de minst verdachte voor mij was een beetje een afweging tussen Charlotte en Rocky. Ik moet zeggen, Charlotte heeft natuurlijk wel wat dingetjes gedaan. Ook geld uit de pot gespeeld bij de laatste opdracht, wat ja, toch wat verdachter is. Helemaal als de mol zou weten waar het rad eindigt. Wie weet hebben ze iets aan de achterkant gedaan, waardoor je kan zien waar het rad op staat. Maar Rocky heeft gewoon echt geknald. Ze was eerlijk in de laatste opdracht bij het rad. Dat ze ook zei van ja, je kan nu gewoon geld voor de groep pakken. Dat is ook niet iets wat je als mol zou zeggen. Want wie weet pakt iemand het geld wel. En daarnaast in de eerste opdracht was ze gewoon super sterk met alles goed door te geven terwijl ze in een duikvlucht naar de aarde ging. En dat dus niet alleen, ze corrigeert ook gewoon René wanneer ze een fout antwoord terugkrijgt. Ja, mega anti-molle actie. Dus voor mij is de minst verdachte van deze aflevering Rocky. En sowieso, als je naar het prikbord kijkt, zie je ook al wat vaker dat ze niet echt verdacht wordt. We hebben nu al 3 groene lijntjes naar de lopen. De meest verdachte, en dat is natuurlijk geen verrassing, helemaal niet als je straks hint nummer 1 hoort, maar dat is voor mij René in deze aflevering. Er ging gewoon heel veel met haar mis. In de eerste opdracht kon ze niet goed de eerste letters doorgeven aan Charlotte. Nou, in het theater loopt ze met bijna alleen maar mollen rond en heeft ze ook totaal geen proactieve houding qua de nummers of ja, dingen ergens neerzetten, ergens achterkomen. Zoals ik zo net al zei, precies wat een mol zou doen. En er was nog wel een grappige hint en dat is dat veel van die nummers kunnen verwijzen naar haar en naar haar outfits in dit seizoen en ook in deze aflevering. Zo hebben ze het natuurlijk over de Lady in Red. Nou, René heeft wel vaak gewoon een rood truitje of iets anders roods aan. De Diamonds and Pearls. Nou, ze heeft ook wel vaak parels als ketting gehad. En nou ja, diamanten. Ik weet niet of het echt diamanten zijn, maar oorbellen gehad of andere sieraden. Ook deze aflevering had ze ook weer sieraden om. En You Can Leave Your Head On. Vandaag begon ze de opdracht met een muts op. Maar om heel eerlijk te zijn, dat zijn natuurlijk allemaal leuke hints. Maar de echte reden waarom ik haar als meest verdacht heb voor deze aflevering, gaan we nu bespreken in hint nummer 1. Ja, zoals ik al aangaf, gaat hint nummer 1 over de puzzel van de eerste opdracht. Ik zal ook een beetje half naar mijn monitor kijken, omdat ik daar al mijn informatie heb. Ik probeer dit soort dingen altijd zo goed mogelijk uit te leggen, maar je kan altijd even de video stopzetten en zelf gaan puzzelen met de informatie die ik je op het scherm geef. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een foto van de uiteindelijke joker en heeft Moltalk een heel handig overzichtje gemaakt waar je kan zien welke vakken nou eigenlijk fout staan. De reden dat ik 1,5 uur langer op ben geweest om te kijken naar deze puzzel is omdat ik het heel interessant vond dat het aantal fouten oneven was. Meestal, als je 2 dingen verkeerd gaat verplaatsen, dan komen er 2 stukjes van de puzzel verkeerd uit. Alleen wij eindigden met 5 verschillende stukjes. Een beetje gek. Dus laten we gaan denken. Als jij een mol bent in deze opdracht, waar wil je staan? Nou, allereerst zou ik zeggen, sowieso op de grond. Het is het allermakkelijkste. Je hoeft maar letterlijk 1 dingetje verkeerd door te geven of verkeerd te horen uiteindelijk. En je hebt de hele opdracht verpest. En dat is ook een klein kritiekpuntje, vind ik.
ze hebben heel vaak dit seizoen dat als er één klein dingetje fout gaat, dat dan bam, je kan niets meer verdienen. En daardoor hoeft de mol ook niet zoveel te doen. Die hoeft één klein dingetje te veranderen. En dan is er in één keer 1500 euro uit de pot. In plaats van dat de mol zou moeten werken voor elk stukje om het uit de pot te krijgen. Stel dat het aantal puzzelstukjes die fout zijn, dat je daar een bedrag voor uit de pot gaat. Ja, dan moet de mol gaan werken om zoveel mogelijk stukjes eruit te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Nu is het gewoon één klein ding en het is meteen helemaal weg. En anders moet de mol echt gaan mollen om de pot lager te hebben. Nou ja, dat is natuurlijk een stelkeuze. Maar we gaan eventjes terug naar dit overzicht. We zien de allereerste dat E2 verkeerd staat. En zoals ik al zei, je wilt als mol op de grond staan. En het liefste wil je één klein dingetje veranderen. Eén klein dingetje. Dan is alles fout, want als je daarna dan alles gewoon goed doet en je verplaatst alles goed, dan zal het nooit correct worden. Dus de vraag bij de eerste fout die we zien op B3 bij E2 is dit misschien gewoon verkeerd doorgegeven? Dat zou kunnen. En ik moet zeggen, ze hebben het heel erg verstopt in de montage. Als je naar dit fragment luistert, dan hoor je Rocky het goede doorbellen naar René. Maar het is zo lastig te horen, want er zit een echo overheen. Er zit wat extra muziek. Je hoort nog allemaal andere dingen doorheen. Ik heb het meerdere malen moeten terugluisteren. Maar je hoort inderdaad B3 met E2. Totdat hij losging. Laatste code, B3. Oké, dat is goed om te weten. Dat is dus goed doorgegeven. Waarom is het dan uiteindelijk fout gegaan? Heeft misschien René het niet goed gehoord? Nou, we zien eigenlijk een bevestiging van het feit dat René het wel goed heeft gehoord. We zien ook op deze screenshot dat René gewoon E2 eruit heeft gehaald. Je ziet rechts onderin zie je E staan en ze heeft de tweede. Dus ze heeft die degelijk met elkaar verwisseld. Waarom is het dan niet goed? Dit had letterlijk het enige moeten zijn en dan was het gewoon goed geweest. Nou, als we gaan kijken weer op het diagram, dan zien we waar dus de E2, degene die ze had moeten veranderen met B3, want B3 was wel goed, dus ze had ze alle twee vast om met elkaar te verwisselen. Alleen we zien dat die van E2, dat is net het stukje van de voet van de joker, die is 1 omhoog naar D2 gegaan. Dus wat René waarschijnlijk heeft gedaan, ze had ze alle twee, maar ze heeft dan alsnog D2 en eventueel E2 omgewisseld. En dat zou kloppen, want voor de rest wordt E2 nooit meer aangeraakt. Het enige wat het meest in de buurt zou komen om die E2 te veranderen, dat zou in vlucht nummer 2, het eerste gedeelte zijn, de D2. Alleen misschien kan jij je nog herinneren dat dat niet goed ging. Dat was niet te horen. René kon niet doorbellen of misschien had Charlotte het niet gehoord. Whatever. Die verandering heeft nooit plaatsgevonden. En voor de rest komt er niets meer in de buurt van E2. Het enige stukje met nog een tweede in is A2 uiteindelijk. Maar ja, A en E, dat zijn wel echt verschillende letters. En dat niet alleen. Als wij heel goed kijken, dan gaan we dus even vanuit, hè. Jongens, E2 is doorgeschoven naar D2. Dus, stel, die twee zijn met elkaar verwisseld. Stel nou dat uiteindelijk D2 toch naar C1 was gegaan. Dan zie je degene die op E2 staat, de onderste, dat handje, die had naar C1 gemoeten. Oftewel, dat handje had op D2 moeten staan. Dus dat is letterlijk wat er is gebeurd. D2 en E2 zijn omgewisseld. Dus de enige logische verklaring is dat dus René al E2 en D2 heeft omgewisseld, aangezien het dan precies zou uitkomen. De E2 had D2 moeten zijn, het handje. Die was naar C1 gegaan en dan klopte het. En als dit nou uiteindelijk inderdaad echt een officiële hint blijkt te zijn, dan ben ik wel heel erg trots, want ik heb hier gewoon lang op zitten denken. Prove me wrong, denk met me mee. Er is hier sowieso iets te vinden. Het heeft mijn slaapritme kapot gemaakt. Ik bedoel de hele serie. Maar ik denk dat we hier wel echt een mollenstreek hebben gevonden, dames en heren. En daar doen we het voor. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden, net als altijd. Mocht je nou blij zijn met de video's, smash dat duimpje omhoog. Dat helpt mij om deze video's wat meer te laten zien. Dat niet alleen, vergeet niet te abonneren, want er komen hele leuke extra video's aan. Ik doe natuurlijk niet alleen Wie is de Mol, ook andere dingen. Dus check dat ook zeker. Bedankt voor het kijken. Geniet van jullie weekend en tot volgende keer, mensen. Ciao.